kunststof kleding is niet alleen de grootste veroorzaker van plastic soep in de oceaan, maar er zijn zelfs metingen gedaan waaruit blijkt dat er kunststof kledingdeeltjes in de lucht zitten die we dagelijks inademen. Hoe men de kledingindustrie duurzamer en schoner kan maken, vertellen Cécile Schelen van Solsalan en oud-minister Jacqueline Kramer op de eerste onafhankelijke duurzame modevakbeurs in de Benelux. Een beurs als deze is natuurlijk belangrijk omdat duurzame mode in Nederland nog verre van zichtbaar is. Dat geldt zowel voor consumenten als voor de winkeliers. Voor retailers, winkeliers is er tot op heden nog geen platform, beurs waar zij zich kunnen oriënteren op duurzame mode. En dat wordt op deze beurs nu voor het eerst geïntroduceerd. Voor consumenten is het allereerst denk ik heel erg lastig om überhaupt al na te gaan wat duurzaam is. Dit is het platform wat we voor de retailers hebben om hen die kennis te verstrekken, om allereerst hun personeel beter geïnformeerd te maken. Ik denk als we die link maken dat het bij de winkeliers het aanbod al is, dat de consumenten ook in ieder geval de nodige handvatten hebben om duurzamer in te kopen. Een van de zaken die u onder ogen moet zien, dat in heel veel kleding plastic zit. En die plastic, die laat bij het wassen van uw kleding los. Wij zelf als consumenten, maar vooral ook het bedrijfsleven, moet zich bewust worden dat we echt een probleem hebben met de microplastic vezels in onze kleding. We moeten voorkomen dat de plastic microvezels loslaten. En dat kan je doen door aan de wasmachine iets te veranderen, maar nog veel beter om het bij de bron aan te pakken. En dat betekent dat de modemerken zich moeten gaan inspannen om te zorgen dat die plastic vezels niet loslaten bij het wassen van je kleding. En dat kan op allerlei manieren, maar daar moeten we dus met z'n allen hard aan gaan werken.